Gemeente, wij schrijven hier als thema Jezus buigen. Jezus buigen. Buigen ziet op gewilligheid, hè? Iets aanvaarden. Eerste plaats tot storen. Dan denken we aan Gethsemane. Tweede plaats, Jezus buigen onder Gods oordeel. En dan denken we aan Gabbata, plaats waar recht gesproken werd. En tenslotte in de derde plaats, Jezus buigen onder Gods vloek. Golgotha. Daar zien we in het bijzonder de vloek, als hij de kruisdood moet sterven. Meent u, aanvankelijk dacht ik, toen broeder van der Schans mij vroeg om vanavond zondag 15 te behandelen, daar begin ik niet aan. Zo kort na Pasen. Ik preek liever over de opstanding. En dan wilde ik eigenlijk terugschrijven, dat heeft hij niet gezien overigens, maar ik was eigenlijk net bezig met een berichtje van nee hoor, doe ik niet. Toen bedacht ik me, doe niet zo dom. Kun je dat nou zeggen of denken? Alsof Pasen losstaat van het lijden van de Heer Jezus. Losstaat van deze zondag, natuurlijk niet. En wordt juist niet op paasmorgen en paasavond door de Heer Jezus zelf teruggeblikt. En wat doet hij dan als hij terugblikt? Dan heeft hij het over deze zaken. Over dat buigen van hem onder Gods toorn, onder Gods oordeel, onder Gods vloek.